Afgelopen zondag 15 december werd op de rotonde bij de Van Heuvel-Goedhartlaan een voetganger aangereden. Ongelukken op rotondes waar fietsers en voetgangers bij betrokken zijn, gebeuren helaas regelmatig in Amstelveen. De stad kent sinds dit jaar 19 rotondes. Sommige Amstelveeners vinden dat deze veiliger kunnen. Die vind ik niet altijd even veilig. Haaientanden worden vaak genegeerd. En vooral voor jonge kinderen en fietsers is het niet altijd veilig. Als je dus hier geparkeerd staat, je kan dus heel onoverzichtelijk en je kan niet zien wie er de hoek om komt. Over de fietsers is het een hele veilige situatie. Door onvolledige registratie bestaan geen nauwkeurige cijfers van het aantal ongelukken op rotondes. Maar ook de gemeente ziet dat het regelmatig fout gaat en doet daarom de komende periode onderzoek. De laatste tijd krijgen we wat meldingen over de onveilige situaties op de rotondes. We zijn dus nu begonnen aan een schouw. Dus we gaan de komende dagen gaan we al deze rotondes in Amstelveen gaan we schouwen. Gaan we bekijken of er plekken zijn waar we ze kunnen verbeteren. We hebben in Amstelveen de afgelopen jaren natuurlijk heel veel rotondes aangelegd. Het is goed om nog eens goed te evalueren in hoeverre de verkeersveiligheid op die rotondes optimaal is. Er zijn incidenten, absoluut. Heel vervelend. Ieder ongeval is er één te veel. En daardoor lijkt het misschien alsof een rotonde minder veilig is dan een gewone kruising. Dat is in zijn algemeenheid is dat niet zo. Rotondes zorgen in ieder geval voor dat de snelheid eruit gaat. Dat betekent als er incidenten zijn, hoe vervelend ook, dan zijn ze vaak toch nog wat minder ernstig. Gelukkig. In januari zullen de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Maar de gemeente heeft al twee problemen geconstateerd. De hoogte van het groen en onvoldoende verlichting op sommige rotondes. We hebben vastgesteld, bijvoorbeeld op een plek, net even waar wat groen is. Waarvan je zegt, van ja, is dat groen niet te hoog? Is de fietser bijvoorbeeld daardoor wel voldoende zichtbaar? Dat soort dingen valt dan wel op. Dus daar kijken we ook naar. Vooral op deze rotonde hebben we vanochtend ook gezien bij de schouw dat met name de verlichting een punt is waar we iets beter zou kunnen. Dus vooral daar gaan we nu naar kijken, gaan we onderzoek naar doen. De beboring voldoet, de beleiding voldoet. Dus daar zullen we mogelijk misschien nog een extra bord wat bij gaan plaatsen om vooral de automobilisten te attenderen op de fietsers ook. Je ziet gewoon dat als het donker is, zeker ook als het een regenachtige dag is, dat het op rotondes vaak toch wat minder goed zichtbaar is. Het is wat ingewikkelder voor het verkeer. Maar fietsers moeten zelf ook veiliger door het verkeer gaan. We hebben vanochtend ook al wat mensen aangesproken op die ze ook geen verlichting hadden. Fietsers, dus dat is het met name ook fietsers die geen verlichting hebben. Dus je ziet ook als automobilist dat dan toch lastig om iemand dan te zien. Een fietser die snel langskomt, fietsers die, zeker ook mensen op een elektrische fiets, die komen snel over zo'n rotonde heen gefietst. Toch de oude stoplichten vind ik persoonlijk veiliger dan een mini-rotonde. Zeker wat de fietsers betreft. Zeker.